aan de bak kan blijven, is het van belang dat we hier in Den Haag een goed en waardig armoedebeleid hebben. En dat mensen die buiten de boot vallen ook in onze stad toch een menswaardig bestaan kunnen hebben. En wat de laatste tijd nou is gebleken is dat de toegankelijkheid en de bekendheid van allerlei armoedevoorzieningen voor mensen die daar echt behoefte aan hebben, dat die beperkt is. En dat er initiatieven nodig zijn om te zorgen dat als je in zo'n situatie verkeert, dat je ook alles wat er beschikbaar is kunt gebruiken. En ik heb begrepen dat voor het eerst sinds jaren het armoedebudget vrijwel uitgeput is. En je zegt, nou, dat is zonder van geld. Nee, dat is niet zonder van geld, want dat betekent dat het geld terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Samen met de SP en Solidair Nederland hebben we bij de raadsbehandeling van het 94 miljoen pakket ook een notitie aangeboden aan Henk, aan het college moet ik zeggen, om het proces van schuldhulpverlening nog verder te verbeteren, dat eerder mensen in de schuldhulpverlening komen en zorgt dat het oplosbare problematiek van schuld op schuld zo snel mogelijk aangepakt wordt. En wij gaan ook ervan uit dat Henk daar ook met een goede reactie mee zal komen. Dan het punt van houd de woonlast laag. We hebben in de gemeenteraad een interessant debat gehad met de VVD over de woonlastenontwikkeling. Want wat zegt de VVD? Die zegt van ja, wij moeten op korte termijn de woonlasten verlichten, verlagen. En nou, alle economen zeggen dat daar het economisch probleem niet ligt. Zoals Zweden ook zegt, je moet investeren in meer de publieke sfeer, want dan ben je zeker dat die gelden uitgegeven worden. En als mensen het geld in hun portemonnee krijgen, dan houden ze dat er voorlopig nog. Want zoals Marieke in de raad ook zei, het gaat niet om koopkrachtproblemen, maar het gaat om koopbereidheidsproblemen. Dus dat is een contraproductieve maatregel. En bovendien, de VVD, ik had de VVD in de raadsdebat enigszins geholpen om dus na te gaan wat 5% woonlastenverlichting in Den Haag zou betekenen voor de mensen. Nou, die som betekende dat we per kalenderdag in een gemiddeld huishouden in Den Haag 8 eurocent extra koopkracht zouden krijgen. En daar ga je dan een ideologische discussie over woonlastenbeperking mee aan. Dus daar worden we niet rijden van. Betekent dat dan dat we helemaal niets aan de woonlastenontwikkeling moeten doen? Dat natuurlijk niet, hè? Want we hebben allerlei voorzieningen in de stad, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en allerlei andere diensten die we van de gemeente afnemen, zeker moeten afnemen, paspoorten, rijbewijzen en allemaal dat soort dingen. En daarvan hebben wij gezegd, gemeente, zet nou een beleid in gang dat je de productie van die diensten hoe langer hoe efficiënter gaat doen om te zorgen dat de toekomstige stijging niet nodig is en dat je op die manier kan bereiken dat in het jaar 2010, 2011 en hopelijk de latere jaren, dat diensten tegen hetzelfde tarief als 2009 aangeboden kunnen blijven worden. Nou, dat is een motie die her en der wel pijn zal doen, maar die wel belangrijk is om die lasten in de gaten te houden. Nou, een ander interessant politiek punt in dat debat was de noodzaak om alles niet om te buigen. Om te buigen op korte termijn. Onze coalitiegenoten, de VVD, die waren eigenlijk van mening dat je op korte termijn al met aanzienlijke ombuigingspakketten zou moeten komen in 2009. Nou, nogmaals, economisch gezien is dat helemaal niet verstandig om op korte termijn om te gaan buigen. En bovendien gaf men ook niet aan van waar dat dan zou moeten vallen. Moet dat dan in de sport? Moet dat in de onderwijsgebouwen? Moet dat in... Ja, nee, er was één ding. Er was één ding, dat was een armoedebeleid. En dat was namelijk dat ze zeiden van ja, we kunnen in de afvalstoffenheffing, het kwijtscheldingsbeleid, en dat wordt binnen de afvalstoffenheffing opgevangen. En de mensen die echt dat niet kunnen betalen, krijgen een kwijtschelding. Om dat bedrag uit de afvalstoffenheffing te halen, zodat je die heffing zou kunnen verlagen en dat dat in het normale armoedebeleid zit. Nou, daarmee doorbreek je een belangrijk stuk solidariteit binnen de afvalstoffenheffing van de mensen die het wel kunnen betalen en mensen die het niet kunnen betalen. Met andere woorden, als fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad hebben wij het idee dat we erg op onze tellen moeten passen als het gaat om de waarden en normen en doelstellingen die wij in het collegeakkoord van 2006 hebben kunnen neerleggen.